Klaas, wat gaan we doen vandaag? Goedemorgen. Ja. Wat gaan we doen? We zijn hier aan de voorbereiding van de provinciale jachthondenkampioenschappen. Wow. De beste jachthonden van de provincie, die kunnen zich inschrijven. Dan moet je bepaalde diploma's hebben, A-diploma's of B-diploma's. A-diploma's voor gevorderde honden, B-diploma's is voor niet beginnende honden, wat is C, maar honden die al redelijk op niveau zijn. Er zijn twee niveaus proeven vandaag. Eduard krijgt vandaag 4 opdrachten en die moet 4x3 is 12 stukken wild ophalen. Mooi. Mijn hond doet de A-proeven straks intreden, samen met Eduard. Dus dan hebben wij dadelijk competitie. Een A-hond doet ook 4 proeven. Maar dat wil zeggen dat er 2 B-proeven geselecteerd zijn, die theoretisch dan de zwaarste zijn. En die zijn onderdeel van de A-wedstrijd. En er zijn vanmiddag 2 A-proeven. En die zijn grootser. Ingewikkelder. Vanmiddag? Duurt het zo lang? Nou, we moeten 6 proeven doen in totaal. Dus dat wil wel. Dat kost tijd, vriend. Het moet allemaal even uitgezet, uitgelegd, gedaan. Alle mensen moeten op de goede plek zijn. Dat heeft wel even tijd nodig. Donder. Ja, spannend. Ben je zenuwachtig voor je eerste proef? Ja, ik voel ook wel een soort van spanning met al die mensen om me heen. Ben ik ook niet gewend natuurlijk. Ik ben Sandra de Vries. Ik doe het secretariaat voor de PJP en voor andere proeven in het gewest Utrecht. PJP staat voor Provinciale Jachthondenproef. Dus alle honden die een MAP B of MAP A hebben gehaald in Utrecht en lid zijn van het gewest Utrecht mogen hier meedoen. En wat je hier ziet is een proef waarbij de hond bij het eerste paaltje wordt neergezet. Daar gaat iemand uitleggen wat er gaat gebeuren. En op het moment dat je staat uit te leggen, wordt er in de hoek een kraai geschoten. Die moet hij nog steeds onthouden. Dan moet hij oplopen naar het tweede paaltje gezamenlijk. Als die daar is, wordt er in de andere hoek een eend geschoten. Die ligt er al. En dan mogen ze zelf kiezen welke ze eerst gaan halen. En er is vanmorgen al een gans geschoten en die ligt in de sloot. Dus die moeten ze dan ook nog binnenhalen. Maar omdat het schot is gevallen, mogen ze kiezen welke ze als eerste gaan halen. Je ziet op de wind dat heel veel de kraaien als eerste gaan halen, omdat ze daar niks zien vallen. Voor deze proef heb je 8 minuten. Dan ben je geslaagd. Mis je 1 stuk, dan heb je pech. Is het hè? Ja hoor. Apport. En nou moet ik daar een eend halen. Ja. Brave kerel, kom hier. Losie. Vooruit. Oh, dit redt hij niet. Even kijken of jij nu... Oh, daar gaat hij. Kijk, 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 kijk. Nou, die gaan ons nog. Ja. Vooruit. Vooruit! Apport! Kom hier! Brave kerel! Maar dat is het verschil tussen praktijk en sport, hè? Die hond is helemaal op de praktijk gericht. En zo'n ander daar wat geschoten en daar wat ophalen, ja, dat is een drama voor hem. Maar dat heb je nou gezien. Maar het komt binnen. Er is een heel netwerk van wedstrijden door het hele land. Het gaat wel over 20, 30, 40 wedstrijden. En je kunt je met A-niveau kwalificeren voor steeds hoger. En dan krijg je meervoudige apporteerwedstrijden, heette dat. En als je dat goed doet, kun je als hond zijnde uiteindelijk uitgenodigd worden voor de Nimrod. En Nimrod betekent eigenlijk een beetje dus de piramide van het hele spel. De allerhoogste school. Als je dat hebt gehaald, als je daar staat, dan hoor je tot de beste jachthonden van Nederland. De hond. De hond mag maar 1 keer aan zo'n Nimrod meedoen. Dus dat is ook het leuke ervan.
De baas mag het meer met de volgende hond, maar nooit. Het heeft ook iets te maken met de fokkerij en de jachtkwaliteiten die je wil fokken in honden. Dus daar heeft die piramide. Maar het beste wat je in deze sport kunt halen is de Nimrod. Klaas heeft in 2017 16 de Nimrod gewonnen. Kijk. Deze proef ging goed. Je zag dat de hond van Klaas de eend heel goed markeerde. Dus je zag dat hij reageerde op het schot. Je ziet dat hij bij de kraai dat hij dat niet heeft onthouden. Dus dat je hem echt moet sturen. Maar dat hij er uiteindelijk wel komt. Ja, en dan is die gans is eigenlijk een bonus. Die zie je heel snel dat hij verwaaiing krijgt. En ja, 4 minuten, dus ruim binnen de tijd. Dus dit zou een ruime voldoende zijn. Yay! Nou, dit wordt ook nog weer een opgave, jongen. Let op. Dit wordt nog niet makkelijk. Verloren zoek. André. Hey, man. Wat heb je voor me? 2-1 en een kraai. Ja. Jakkers. En alles kwijt? Ja, sorry. Dan hoop me wat te doen hebben. Ja. Er ligt een kraai op dat veld. Zeg maar aan de overkant van de sloot. Er ligt een kraai. Ja. Ja. Aan deze kant van de sloot ligt een eind. En ergens in de sloot ligt ook nog een eind. Jakkers. Dus aan jou de taak om ze binnen te halen, alsjeblieft. Oké. Mooi. Vooruit. Zoek. Hij ruikt wat. Dat is één. Goeie boy! Goeie boy! Lucy? Hey, Flora! Apport! Apport! Dat noemen we nou hazerijn. Dat zijn er twee. Apport! Hebben. Dat is mooi dat je dat gefilmd hebt, jongen. Hazerijn. Dit is Hazerijn. Goed zo. Ja. Kun je hier schooien? Ja. Lossie. Nou is die van mij, hè. Hey boy. Zoek een pot. Hey, dat is te diep. Bam. Goeie boy. Lossie. Vooruit. Kom maar. Ja. Zie daar een wit ja, ding. Is die ja. Gans. Dan zie je daar ook een wit puntje. Ja. Dat is de duif.
Dan gaan we hier vandaan hand daarin inzetten. Zo starten we. De proef. Loopt af, die loopt op. Die schiet. Dan gaat daar bij de boompje een springkonijn weg. Ja. Richting die heuvel achter Michel. Ja. En dan op de heuvel daar ligt het konijn. En dan mag je eerst de konijn halen. Dus en daarna die andere twee dingen. Klaar. Ik wel. Ja. Apport. Nou, dat is jammer. Nog diepte. Dan geef het op. Vooruit! Ja, heb je gezien. Mooi. Kom hier. Vooruit! Vooruit! Niet voorbij, Steve. Nee joh, nee joh, nee joh. Maak je geen zorgen. Hij doet het elke dag. Goeie boy! Let op nou. Oh nee, nou komt hij de sloot over. Ik wou zeggen, hij loopt nou ook weer om. Goeie boy! Lucy, brave kerel. Hey, nog één keer. Kom hier, kom hier, kom hier. Vooruit! Ja! Ja! Eindelijk. Heb wat voet in de aarde. Goeie boy! Het is geen konijn. Het is een haasje. Goeie boy! Kom maar. Ja, ik ben tevreden. Kijk, drie apporten tegelijk. In de praktijk komt dat zelden of nooit voor. En ja, alles komt binnen. Hé, hey, vrolijke vriend. Hey. Nee. Als ik op jacht ben met die ganzen, dan zeg ik nooit apport tegen hem. Op het moment dat mijn buurjager een gans schiet, dan is hij al onderweg voordat die gans op de grond legt. Hij doet alles uit zijn eigen. Soms bedient hij drie of vier geweren. Ik zeg nooit apport. En wat thuis op de bank zit, is de knuffeldier. En nou is hij een grote werkspier. Huppakee. Kom op, we gaan de volgende doen. Er wordt zometeen twee keer daar geschoten, dus dat is een markeer. Die moet hij in principe negeren. Dus mag hij niet heen. Oké. Want er is vanmorgen gejaagd. Daar is een gans geschoten. En die leeft waarschijnlijk nog. Dus het is wenselijk dat hij eerst binnenkomt. En die ligt in deze lijn richting de sloot. Oké. Ik ben zover. Mooi. Blijven. Dan is het wenselijk dat hij eerst de gans haalt. Nee. Nee. Vooruit! We moeten naar de sloot, dus hij gaat nu... Hij gaat naar de sloot. Ja, dat is goed. Ja! Hey! Terug. Ja, hij ruikt hem, hij ruikt hem, hij ruikt hem, hij heeft hem. Ja, nou. Bam! Mooi. Zo, dat is op de wind werken. Wat zegt u? Dat is op de wind werken. Draad haar. Ja, heb ik ook. Wat zijn we rijk, hè? Nou, hè? Goeie boy! Ja, je hebt hem al in de gaten. Doe maar. En dat was alleen een kraai? Er waren twee duiven. Twee duiven? Oh, twee. Oh, die weet je niet meer hoor. Die weet ik ook niet. Hij ook niet. Ja, maar ja, hij heeft... Hij heeft het misschien wel gezien. Hij heeft een neus. Ja. Hey. Goeie boy. Hey, hey, opletten. Zoek apport. Ja, apport, apport, apport. Hij heeft hem wel gezien. Nee.
hij moet meer naar links, hè. Hij gaat meer naar rechts. Ja, kijk, 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 1, 2, ja. Boom! Je zag hem, dit is mooi. Ja. Ja, maar dit is praktijk. Dit is beter, dit is meer praktijkgericht dan, ja, klopt. Goeie boy! Hey ja. Nou, een voldoende, hey, meneer. Ja. Wat zegt u? Een voldoende. Oh, ja. Mooi, hè? Ja, heb ik op school nooit gehad. Nee, hier wel. Hey, hoentje. Ik ben Jan Masterbroek. Ik ben vandaag hier de gedelegeerde op de provinciale jachthondenproef. We zijn nu bezig natuurlijk met het intrainen. En ik kijk vandaag of dat intrainen, dus of dat het veld zo is ingericht dat het aan het reglement voldoet. Dan loopt harder dan ik. Er wordt een duif geschoten. Ja, net zoals net. Dat mag hij zien. Dat mag hij zien, maar die moet je negeren. Ja. Dan. Is daar een loper van, is een haas geschoten, die is gaan lopen, dus dat is de sleep. Ja. Dus die is recht over de sloot. En dan moet hij de verwaaiing gaan oppakken van de sleep. En dan gaat hij de sleep volgen. Dan gaat hij het land op, dat zie je hem zelf. Als hij terugkomt met de haas. Waar, daar vandaan? Ja, daar, van dat land waar hij de haas heeft gevonden. Ja. Wordt de linkse verzand geschoten. Oh jezus, daar. Ja. Ben je zover? Ja. Je kan de hond laten draaien zodat hij kan zien dat daar wat geschoten wordt. Wat anders dan... Ja? Ja. Mooi. Dan mag je hem die kant op zetten. De sloot over. En dan zou de hond het zelf met zijn neus moeten oplossen. Vooruit. Nee, vooruit. Vooruit. Zoek, sleep. Vooruit. De sloot over. Vooruit. Hij is niet met de sleep bezig. Hij zit helemaal niet op de sleep. Dus het wordt nu een verloren zoek uiteindelijk als hij hem op de wind pakt. Maar dit wordt hem niet. Vooruit, rapport! Je kunt niet alles hebben, jullie. Nee. Weet je, dat is, jij doet veel meer praktijk. En Klopt. Dit soort zijn kuntjes dan. Ja, maar heb nog nooit een sleep gelopen? Nee. Laat even zien aan iedereen. Ja, hij dacht dat ik daar stond zeker. Mooi! Bent u zover, meneer? Nou, u weet waar de sleep begint. Mooi. Zoek op het. Het eerste stuk pakte die van Eduard hem ook op, volgens mij. Daar valt een schot en er valt een eend in het water. Hier is een schot gevallen en er ligt iets, ik kon niet zien wat het was, in het riet achter het hek. En dan is er nog daar bij de brug een gans gevallen. Dat wordt een
Dat wordt een verloren zoek, dat wordt een markeer en dat wordt een dirigeer. Vooruit! Vooruit! Kijk, dit is nou geen praktijk. Praktijk is eerst die heb je gezien en dan sturen. Maar als het goed is hij onderweg. Goedemorgen. Rap. Goed zo. Hey, apport. Deze komt wel binnen. Dus dat wordt ook een drama. Mossie. Hey boy. Vooruit. 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 Apport. Apport. Lijkt op de baas, hè? Klopt. Kom van schieten. Van schieten. Boy. Goeie boy. Goeie boy, Lossie. There can be only one. Ja, hebben. Ja. Ja, met die verleiding daar. Hij neemt de plank klaar. Dat is gunstig. Kijk, hij ruikt hem meteen al. Hij is allemaal dood oud haar, joh. De hond heeft heerlijk gewerkt. Ze had er echt zin aan. Ze heeft redelijk goed geluisterd. Hier en daar wel een op- en aanmerking misschien, maar op zich heeft ze goed geluisterd. Ze heeft haar werk correct gedaan. Het zijn toch... zes proeven die we, daar hebben er vijf van gedaan. En dat heeft ze naar behoren opgelost allemaal. Dus ja, ik ben heel tevreden. En wat we geleerd hebben is dat we zelf bij het sleepspoor zoeken zelf nog wat te leren hebben. Maar dat is voor de deelnemers aan die wedstrijd. Wij zijn allebei feitelijk niet gekwalificeerd om daaraan deel te nemen. Ik zou wel op het B-niveau mee mogen doen, maar niet op het A-niveau. Maar vandaag heeft de hond wel de A-proeven gedaan en zeer behoorlijk. Dus ik denk al met al geslaagde test om te zien of alles correct is. Het was ook een beetje onderlinge competitie dit. Heerlijk. Ik vind dat we mooi samen gelijk gepresteerd ja, hebben. Ja, zeker. Ja. Ik ook. De winnaar. Ik kan harder schreeuwen, dus ik ben winnaar. Nee, het gaat niet om winnen. Nee. Wij jagen veel samen, dus het is ook leuk om te kijken hoe je nou ten opzichte van dit spel en deze sport, hoe je nou verhoudt tot anderen. En dat gaan we natuurlijk over 2 weken op de echte wedstrijd zien. Dan gaan we zien hoe anderen dat doen. Maar de kunst is natuurlijk om zo stil mogelijk voor te jagen. En hoe stiller je voorjaagt, hoe beter het is voor de punten. Ja. Hoe minder commando's je nodig hebt, hoe beter de hond luistert. Tuut, stil. Ja, dat hebben wij niet 100% onder controle, maar je gaat volgende week zien dat er een aantal honden zijn die dat wel onder controle hebben. En dat maakt de sport ook interessant. En dat is ook leuk om te kijken waar je zelf staat. En wat we vooral leuk vinden is ons terrein beschikbaar stellen om anderen er ook van te laten genieten. Polderjacht is men in het algemeen ook niet allemaal meer gewend, zeker niet op die wedstrijden.
Dus de afstanden zijn groot, de vergezichten zijn groot. Ja, ik vond het een ongelooflijk geslaagd moment om te testen en te trainen. Voor ons is het ook training. En we zijn klaar voor over 2 weken. Topdag, helemaal goed.